moet wel ons filmen. Vandaag ga ik met Kim op stap. En Kim filmt nu even, want ik ga autorijden omdat we eigenlijk te laat zijn om te vertrekken. Alles is wit, dus het duurde allemaal wat langer om op te starten. Buiten dat schoten we wel op, maar ging het niet heel snel. Dus nu gaan we richting Loonse en Drunense Duinen. Nou, we zijn nu onderweg. De paarden vinden dat geloof ik niet heel leuk. Ja, wel. Even maar ik ben benieuwd. Ik vind het nu best koud. Maar dit zijn best wel een beetje rotbochten. Kijk maar. Yeah. En dan moeten we daarheen. Zo. En dan komen we op een hondenbotrotonde. En moeten we dan het hondenbotrotonde rond of gaan we rechts of de snelweg op? Je gaat niet gelijk de snelweg op. Dus niet die, maar die? Ja, precies. Jee, allemaal autootjes. Oh, wacht, nee, toch niet. Niet allemaal autootjes. Zondagochtend. De meeste mensen zijn slimmer liggen gewoon in bed. Ja, maar wij zijn ook gek dat we dit doen. Nou ja, het is ook wel heel mooi hoor. Kijk, we moeten nog 56 minuten rijden. Waarschijnlijk nog langer. Omdat we natuurlijk met dit ding niet zo hard kunnen rijden. Nee, dat vind ik paarden niet zo leuk, vooral in de bocht. Nee. En de zon staat er redelijk op. Ja, dat is lastig. Ondanks mijn goede zonnebril is het toch lastig. Kijk, ja, heel de rijt als bevroren. Het is ook alweer een beetje aan het ontdooien door de zon. Nou, dan gaan we nu snel weer op en dan zijn we er bijna. Ja, tuurlijk. Dan zijn we er bijna, zit ze gewoon. Ik spring wel. Nou, mooi. Nou, Rebecca heeft allemaal troep meegenomen voor onderweg. En kijk, ik kan niet eens een chipshop naar mij openmaken. Kijk, het zit allemaal dingetjes aan. En we rijden in de tunnel, zo even omdraaien. Alleen de bordjes waren niet heel erg duidelijk. Daardoor hadden we ons leuk vastgereden samen met de paardentaxi. En toen moesten we achteruit en moesten wielrenners ons helpen. Maar we zijn er. Paardjes zijn nog heel, kijken nog vrolijk. En hier zijn alle YouTubertjes op een rijtje zo. Nou, helemaal leuk. Dus strak naar... Oh, ik ga wel even... Nog even... Kijk, zij is ook aan het filmen, dus filmen we elkaar even. Zo. Helemaal leuk. Nou hè. Het snuitje is er ook. Met Romy natuurlijk. Oh, kijk nou, hier zijn de paardjes. We staan lekker te kijken naar buiten. Het is best warm hier binnen. Hallo! Hoi paard! Kijk, nee, jij heeft het al bijna leeg, joh. Oh, dat was heel dichtbij. Maar we gaan zo lekker naar buiten. Ja! Jee, dat is beter. Dan hebben we dus nu een heel stuk gemist. Nou ja, dat geeft nog. En blijft die aan? Ja. Oké, dan is het goed. Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and wake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up, then I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. My weary head tonight, I hope.
floating in the clouds. You'll be there to hold my hand, and our feet won't touch the ground. And I'll keep dreaming of you, keep dreaming of you, of you, dreaming of you. Today when the sun came up and the light fell on our heads, we woke up, we pulled the curtains back, and awoke our sleepy heads. 'Cause last night I had a dream that we were floating in the clouds. And I woke up and saw your face and turned my life around. And I keep dreaming of you, keep dreaming of you, of you. We zitten weer in de auto. Ik vond het erg leuk, maar Kim heeft het een beetje koud gehad. Want Kim had de dag om midden in de winter, bij een graad of 2. Zonder jas naar buiten te gaan. Precies, zonder jas naar buiten te gaan. Want dat is wat je doet als je gaat paardrijden. Ja, toch. Ja, toch. Het is wel stoer. Hoe vond je het? Ik vond het wel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. We hebben, maar ja, jullie hebben op de GoPro natuurlijk gezien wat we allemaal gedaan hebben. Inmiddels is het al wel laat, dus we gaan lekker naar huis rijden. En dan gaan we daar eten. En dan... Nou, dit was mijn eerste roadtrip met Kim. Er zullen vast nog wel meer volgen. Dus bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik zie je graag de volgende keer. Doei!